Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat de regering bezig is en verder wil werken aan de eisen van het protesterende volk. De autoriteiten willen dan ook in overleg treden over deze zaken, alvorens ze met alle aandacht aan ze gaat werken. De VP heeft woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers een statement gegeven ten aanzien van de protesten tegen de regering. Wanneer die punten realistisch zijn, dan worden die punten behandeld en de dingen worden uitgevoerd. We hebben zoveel actie van die verpleegkundigen. Ja, worden behandeld en worden ook goedgekeurd. Natuurlijk, misschien niet 100%, maar in ieder geval, wanneer er petitie worden ingediend, dat die dingen serieus worden genomen. Dus, ik weet het niet, maar wanneer je een hond wil slaan, vind je altijd een stok. En ik weet niet wat achter deze actie schuilt. Want als er een actie gehouden wordt, dan komt laten we praten en je wil niet praten. Ik heb met Gentel en Hellens, zijn we naar de president gegaan om te praten. Maar ze hebben niet duidelijk aangegeven wat ze willen. Brunswijk wijst erop dat het besluit om zijn broer, Leo Brunswijk, zijn functies te laten neerleggen, reeds lang genomen was. Dus voordat het als eis gesteld werd door het team Organic. Het proces om dit gedaan te krijgen werkt volgens hem niet zo snel, waardoor het iets langer heeft geduurd. Als zouden ze niet op straat komen hiervoor. Het besluit was al genomen dat hij terug gaat treden. Het besluit was al genomen. Allang wordt het besluit genomen toch. En alleen die formaliteit, u weet het, vandaag is het naar de RVM, dan wordt het hier goedgekeurd. Dan moet het weer een AFA worden gehouden om het definitief te doen. Dus dat zijn die wegen. Maar het besluit, samen met de president, in de samenleving wordt dit gevraagd. Leo is bereid om terug te treden. We moeten het proces inzetten, maar het proces is lang gebleven om ingezet te worden. Anders was de naam niet eens genoemd meer in deze protestactie. De vicepresident merkt op dat niet alle eisen die de protestgroepen stellen eerlijk zijn. Hij begrijpt bijvoorbeeld niet waarom gevraagd wordt dat de First Lady afstand moet doen van haar functies als ze maar één heeft, namelijk lid van de RVC van Staatsolie. Wat betreft het schandaal Sabaku-project en Kronenburg, waar percelen onrechtmatig zijn uitgegeven, is er ook al een traject uitgezet om dit vraagstuk recht te trekken.